Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is 7 uur 's ochtends en ik fluister een beetje omdat Sven nog half ligt te slapen, denk ik. Maar jullie vonden het leuk om weer eens een keer een werkdag te zien in een vlog. En dat is het vandaag. Maar het is geen normale werkdag, want ik ga vandaag naar een cursus op Papendal. En Papendal is een sportcentrum in Arnhem. En daar komen ook bijvoorbeeld hele goede sporters die daar trainen. Of soms zelfs deels van hun leven, zeg maar van hun jaar wonen. Dus het is eigenlijk het sportevent of sportgebeuren, zeg maar, van Nederland. En daar heb ik vandaag een cursus. Als diëtist moet je cursussen volgen om bij te blijven, om je punten te verdienen, om zeg maar diëtist te mogen blijven, om jezelf diëtist te mogen blijven noemen. En dat vind ik heel goed, want dan blijf je bij van de laatste dingen, zeg maar, die gebeuren in voedingsland. Dus dat vind ik heel erg goed. Je mag zelf kiezen wat voor cursussen je gaat doen. En ik ben natuurlijk helemaal into de sport, dus als er dan een sportachtige cursus is, dan ga ik die zeker doen. Ik heb hier een ontbijtje. Ik heb het gewoon in een bak kwark gedaan, want er zat nog precies genoeg in. Daar heb ik een banaan bij ingedaan, muesli en koek en speculaaskruiden. En ik heb er een kopje natuurlijk gemberthee bij gemaakt. Ik ga vandaag niet alleen. Ik neem namelijk Anneloes mee en dat vind ik echt heel gezellig. Zij tipte me ook voor deze cursus. Van hey Marloes, deze cursus is er. Ga je met me mee? En dat vind ik super leuk. Want Anneloes is natuurlijk ook een vriendinnetje van me, maar ze is ook diëtist. Ik heb hier mijn tas al klaarstaan. Ik neem deze tas mee. Die kennen jullie wel uit mijn shoplog van een tijdje terug. En het leek me misschien leuk om even te laten zien wat ik allemaal meeneem. Allereerst heb ik er deo in zitten. Dan heb ik twee verschillende snacks. Ik heb een Breaker High Protein er vandaag in zitten en een boterham met kipfilet. We krijgen daar lunch, maar ik ben altijd bang dat ik trek krijg. Oh, ik heb ook nog twee bouillonnetjes erin zitten. Ik heb namelijk een hele lage bloeddruk en soms heb ik gewoon echt even zin in bouillon. En ik vond het wel leuk om er ook eentje mee te nemen voor Anneloes als ze daar zin in heeft. Verder voor de zekerheid oordopjes. Je weet het nooit. Ik heb mijn portemonnee erin zitten. Dan een iets om op te schrijven natuurlijk. En er zitten ook ergens twee pennen in. Dan mijn telefoon. Dan heb ik hier twee verschillende oogdruppeltjes. Want ik ben nog steeds mijn ogen aan het druppelen. En een lipgloss die ik nu op heb. Ik heb er kauwgom in zitten, want dat vind ik ook altijd wel lekker om mee te hebben. En Fisherman's Friend. Ja, noem me maar een mintfreak, maar ik vind het gewoon fijn, zeker op een cursusdag. En that's it. Ja, alleen die twee pennen dus nog. Oh, en er zit nog een lippenstift in, zie ik. Maar die ga ik waarschijnlijk niet gebruiken. Ik moet ook nog eventjes mijn werktelefoon zoeken. Waar is die? Want die moet er ook in. Nou, ik kan hem nu even niet vinden, maar die zoek ik zo nog wel even op. En die gaat er ook in. Dan ben ik ook even goed nog bereikbaar voor cliënten. Als ik dan zie dat ik een gemiste oproep heb, dan bel ik ze vaak even terug. Zo, ik heb ook nog even een flesje mee. Die kan in mijn tas en dan kan ik lekker water pakken. Dat vind ik altijd wel fijn tussendoor. Ik zal ook even mijn outfit laten zien. Ik heb dit jurkje aan. Dat ken je misschien nog wel uit mijn shoplog. Van toen ik met Rashida volgens mij naar Arnhem was. En deze schoentjes, die zijn van Sasha. Dit jasje is al heel oud van H&M. Ik denk dat die echt al 4 jaar oud is, misschien nog wel ouder, maar ik vind hem nog steeds wel leuk, dus ik heb hem nog aan. Verder, ja, dat is het. Mijn oorbellen zijn, ik weet niet waarvan die zijn, vast van de Six of zo, van de H&M of zoiets. Nu ga ik Sven nog even een knuffel geven en ik ga Anneloes ophalen. Zo, we zijn er. En daar is Anneloes ook. Die heb je nog niet gezien, want die zat de hele tijd te filmen. Ik heb haar constant opdrachten gegeven van film dit, film dat. Leg zo'n slaapbedrijver. Ja, mag hoor. Maar we zijn er dus. En het is echt mega druk. Er stonden echt allemaal borden van congres die kant op. En dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus ik ben wel excited. Het is dus, volgens mij heb ik dat nog niet eens gezegd, maar het is een congres over sport en voeding. Niet alleen voor diëtisten, maar eigenlijk voor iedereen die dat interessant vinden. En het is echt volgens mij mega druk. We staan ook echt buiten het parkeerterrein geparkeerd. Het is nu volgens mij 9:30 en om 9:45 begint het, dus we zijn mooi op tijd.
Dus nog even of een kopje koffie of een kopje thee. En dan begin ik. Ik ben excited. Je ziet hier bij de onderste laag eigenlijk het fundament van de piramide. Een piramide steunt op een brede onderbasis. En dat is de basisvoeding. Voor iedere sporter, dus al die categorieën die we net ook even kort benoemden, maar ook voor de topsporter, geldt dat dit de belangrijkste basis is. Je voeding moet voldoende energie leveren. Je voeding moet voldoende macrovoedingsstoffen leveren. Dus voldoende koolhydraten, eiwitten, vetten, voldoende vitamines en mineralen. Om uiteindelijk, zeg maar, je lichaam gezond te houden, maar ook die meest ultieme prestatie te kunnen leveren. We hebben pauze. Ik vond de eerste presentaties best wel leuk. Jij? Ja. Ja? Best wel interessant. Ja. En nu gaan we hier een beetje rondkijken. Er staan allemaal stands waar we dingetjes kunnen proeven en krijgen en zien. Dus we gaan een beetje rondkijken. We zijn ondertussen al zat van de koffie. Dus we hoeven even geen koffie. Maar het is tot nu toe wel leuk. Nou, jullie weten ondertussen wat ik mee heb. Kijk, wat Anneloes, ook een liter fles. Ik heb net zo'n cafeïne junkie mee. Oh, heerlijk. Ja, het is ook lekker. Ik wil ook wel een beetje zo als het mag. Kun je die dop erop dan? Ja. Wat er wel bijvoorbeeld in zat, was extracten van kamerplanten. Of poeder van tarwe. Nou, dat is nogal kwalijk ook, want allereerst betaal je voor iets wat er niet in zit. Maar stel je voor, je hebt een glutenallergie, dus komt niet op dat er geen gluten in zat. En er zat wel tarwemeel in, dus dat is wel een beetje lastig. Zo zat er een ander supplement, bijvoorbeeld pinda's, terwijl er niet op de verpakking stond dat er pinda's in zit. Die zal maar een pinda-allergie hebben. Dus dat is best wel kwalijk. Nou, de risico's van het gebruik van supplementen kun je eigenlijk opdelen in tweeledig. Allereerst heb je het risico op een positieve dopingtest, dat geldt met name voor de competitieve atleten. En aan de andere kant kunnen supplementen mogelijk je gezondheidsschade. Kun je al heel veel bereiken. Maar uiteraard, sporten, je wil alles eruit halen, dus is nog meer beter. En ze weten erom onderzocht. Ze hebben ook gekeken naar het effect van 3 setjes. En zoals je ziet, 3 setjes geeft een beter resultaat dan slechts 1 setje krachttraining. Maar 3 setjes is niet 3 keer zo goed als 1 setje. Dus het is niet zo dat het in verhouding is. Maar meer doen is wel beter. En natuurlijk, als je dit ziet, hopelijk is de volgende vraag die je hebt: wat als we nog meer doen? Want 3 is ook niet zo heel veel. Ja, het lijkt erop als je nog meer doet dan 3, dat het nog steeds een kleine meerwaarde heeft. Maar het effect wordt wel steeds kleiner. Dus je hebt het grootste effect al met 1 setje. Dus je moet gewoon gaan trainen. Maar meer is beter. Sterker nog, de auteurs zeggen: als je echt elk mogelijk voordeel eruit wil halen, kun je zelfs naar 2,2 gram eiwit per dag gaan. Vervolgens, hoe wil je die eiwitten verdelen over de dag? Nou, je wil eigenlijk wel in elke maaltijd minstens 20 gram eiwit hebben. Maar ook het type eiwit maakt uit. Dus over het algemeen zijn die dierlijke eiwitproducten iets effectiever dan plantaardige eiwitproducten. Wil je geen dierlijke producten eten, dan zou ik je aanraden om toch wel minstens 50% meer eiwit te nemen ter compensatie, gewoon om veilig te zijn. En je wil eigenlijk wel minstens 4 maaltijden per dag. Bijvoorbeeld ontbijt, lunch, avondeten en voor het slapen gaan. Het hangt een beetje af van je eigen schema, maar je wil ze enigszins verdeeld hebben over de dag. We hebben net super lekker geluncht, alleen ik heb het helemaal niet meer gefilmd. Maar ik heb het wel op Instagram geplaatst, dus ik plaats hier de foto wel even in. Was dat lekker, hè? Dat is echt heerlijk. Ja, wat voor broodje had je? Volgens mij met rookvlees en hummus en kip. Super lekker, echt lekker. Ik had ook kip en er zat ook iets van hakken op of zo. Echt een top lunch. Want adolescenten, jongeren, zijn geen mini-volwassenen. We doen wel vanuit de literatuur alsof ze dat wel zijn. Dus de richtlijnen voor eiwitten, koolhydraten, leiden we af van wat we weten voor volwassenen.
Nee, maar eigenlijk weten we het helemaal niet precies. Dat had ik niet gehad. Dit is een van mijn eerste interviewtjes. Ik vind het zelf nog steeds een top interview. Maar het team was daar niet zo blij mee. Waar ik dus in terecht kwam is echt hele vieze keukens. Je kan niet wat je nu voor je haalt en dan 10 keer erger. Toen dacht ik ook in één keer, oké, wat is die jongen ziek worden? Het licht komt nu op mijn bord. Dus hygiëne is ook heel erg belangrijk. Kijk nou Anneloes wat ze hebben. Cola! Had je net nodig of niet? Ja. Kijk, ze hebben ook een quiche of zo. Het ziet er echt mega lekker uit. Heel benieuwd. Wat we moeten uitleggen nog steeds, is hoe klein de verschillen zijn voordat het misgaat. Volgens voedingscentrum heeft een man 2500 kilocalorieën nodig. Een vrouw 2000, dan gaat het al mis natuurlijk. In uw praktijk is dat voor iedereen verschillend. Dit is een algemene richtlijn. Ik zit wat sneller op de klip. 2500 kilocalorieën heb je nodig als man. En laat het nou, in een theoretisch geval, 20 kilocalorieën te veel eten of 20 kilocalorieën te weinig bewegen zijn, dan ben je aan het eind van het jaar 1 kilogram zwaar. Olympisch zilvervonden en tweevoudig wereldkampioen, Daphne. Ik ben natuurlijk gewoon 24 uur per dag met mijn lijf bezig. En daar hoort natuurlijk voeding ook bij. Ik vergelijk altijd met een auto. Als je een auto slechte brandstof stopt, gaat hij niet rijden. Of slecht rijden, of veel uitlaatgassen, of wat dan ook. Als ik dat bij mezelf doe, dan heb ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik vergelijk me daar ook gewoon mee. Dus voor mij is het gewoon heel essentieel dat ik goede brandstoffen gebruik. En dat ik daardoor, daardoor probeer ik zo natuurlijk mogelijk te eten. En probeer ik gewoon de juiste dingen te eten. En te zorgen dat het gewoon, dat in ieder geval goed is. En dat ik goed kan herstellen. Zodat ik weer harder kan trainen. En zo, zo probeer ik het in te vullen. Ik heb dus geen idee. Ik heb meestal 2400 calorieën eten. Die hebben daar moeite mee. Maar ik ga ervan uit dat jij wel heel veel eet. Ja, veel, ja. Exact hoeveel weet ik niet, maar ik weet wel dat ik wel meestal boven de 2500 zit. Nou, dat was het dan. De dag is klaar. Hoe vond je het? Superleuk. Ja, ik vond het ook echt leuk. Echt heel inspirerend. Alleen al om hier te zijn, zeg maar, zoveel mensen die met hetzelfde bezig zijn. Ja, het was echt een hele leuke dag. Doei, hoorden jullie dat? Die zeiden ook doei. Dus zeker geslaagd, nu gaan we weer naar huis rijden. We hebben nog een leuke goodiebag gekregen, maar die laat ik straks wel even zien. Nog 1,5 uur naar Groningen. Yay! Het is 7:30 en ik ben weer thuis. We hadden best nog wel wat file gehad, dus ik ben nu echt wel moe. Het was een hele leuke dag, maar wel een hele lange dag. Ik had ook echt geen zin meer om naar de supermarkt te gaan om eten te halen. Sven is nog aan het werk. Die komt als het goed is pas om 8 uur thuis. Ik heb dus voor hem ook geen eten gehaald. Sorry Sven. Nee, dat vindt hij niet erg. Maar ik had echt zoiets van, ik kijk wel wat ik nog in de koelkast heb en ik fix wel wat. En dat is geworden. Ik had nog ei, ik had nog paprika, ik had nog kikkererwten en nog, hoe heet dat ding? Komkommer. Dus ik heb een omelet gemaakt met al die dingen erin. Dus nu ga ik lekker eten. Ik zou jullie nog even laten zien wat er in de goodie bag zit. Allereerst een bak kwark. Magere milde kwark met een vleugje kokos. Nou, die is altijd welkom, want ik hou van kwark, zoals jullie weten. Een flesje water. Dan een Vivit eiwitdrankje. Dus een eiwitshake. En verder een aantal boekjes. Proef de kracht van zuivel met een aantal receptjes daarin. Wel leuk. En deze, een magazine sport en voeding. En wat foldertjes. Voeding en duursport. Voeding en krachtsport. Voeding en teamsport. En nog meer foldertjes. Even kijken, wat is dit? Zuivel en gezondheid. Wel interessant, wel leuk. En deze producten ben ik blij mee. Leuk!
dan was dat mijn dagje op congres. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog als dat zo was. Ik ga nu lekker chillen en dan lekker slapen, want ik ben echt heel moe. Ik zou het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Dat kan heel makkelijk hier. En hier vind je twee video's die je misschien ook leuk vindt om te kijken. Ook kun je me volgen op Instagram en op Facebook. En ik zie je heel graag in een volgende video. Doei doei!